Mark Lammers die presentatie gaf. En dat vond ik eigenlijk zo leuk en interessant. Kijk, ik ben zelf een leider die mensen met name in hun kracht probeert te zetten en zelf veel vertrouwen probeert te geven om dingen zelf te starten. Mijn naam is Peter Coyer. We gaan het vandaag over leiderschap hebben. Luister, klinkt misschien gek, maar dat hele leiderschapsfenomeen rust maar op twee pilaren. Wat heb je nodig om het te maken in het leven? Zakelijk en privé. Maakt totaal geen verschil. Je hebt richtingsbesef, kompasintelligentie. Weet jij wat er waarom moet gebeuren? En verrekkersveel bruine broeken. Dat staat voor moed, ballen hebben, lange adem, flexible approach, standvastig. En we wensen jullie allemaal ontzettend veel succes. Wat ik mee naar huis neem is opgewektheid om te beginnen, want het was heel vermakelijk, vond ik ook, maar wel met een boodschap. Sowieso hoe je zelf de dingen natuurlijk toch moet aanpakken en dat we veel verder kijken vaak als dat nodig is. Proost. We zijn net klaar met de 2 uur over leiderschap. De belangrijkste dingen die we hebben geleerd is als je geen plan maakt voor je eigen leven, word je ingezet aan andermans plan. Dus kijk uit voor de VOM. En mensen willen en kunnen wel veranderen, maar willen niet veranderd worden. Dat zijn twee essentiële thema's. Dus het gaat om je energie ontdekken, je kwispel ontdekken. En zorgen dat je een energiebron bent in plaats van een energiekostenpost. En uiteindelijk is het, if it is to be, it is up to you.